beantwoorden. Goedenavond, dames en heren. Dit is Spike News. We zijn hier met Juraya Reijsen. Zij wordt verdacht van een hele lading warme broden gestolen te hebben. En ja, we zijn hier en zij wil bewijzen dat ze dat niet gedaan heeft. Toch, mevrouw? Nee. Oké, heeft u die warme broden gestolen? Nee. En wat is dan in uw hand? Warme broden! Dit heb ik gekocht. En waar is uw bon? Die is er niet, want u steelt warme broden. Zomaar, ik heb betaald toch? En wat is dit dan? Ik heb het betaald. Waar is uw bon? Ik heb het in mijn tas. Laat zien. Pardon. Laat zien. Dames en heren, dit is spannend. Want de mevrouw kan nu laten zien waar uw haar bon is. En als haar bon niet is, dan bellen wij ter plekke de politie. Het duurt lang, mevrouw. Het duurt heel lang. Echt waar. Eerlijk waar. Welkom, dames en heren. Welkom terug bij Spike News. We zijn net terug van een reclamebreak en mevrouw Reijsen heeft haar bon gevonden. Dus laten we zullen even bon zien. Laten we even zien wat voor geld! Dus u wilt ons omkopen? Nou, nee hè. U wilt ons omkopen? Ik heb het wij zijn dit spuugzat. U heeft geen bon. U heeft brood in uw schoot. Dit is niet de cameraman. U zit in uw live buiten. We zijn hier bij de studio WC. Wij komen even gelijk in de uitzending. Wij gaan nu de politie bellen voor Juraya Reijsen. Maar wij gaan niet de Nederlandse politie bellen toevallig. Maar we gaan bellen de Surinaamse politie op 115. We laten de uitzending doorgaan. Micha Reijsen, je kan weer doorgaan. Dank u wel. Dit wordt dus vervolgd. En ik zie u dus in de rechtszaal, mevrouw Reijsen. Wij hebben u op heterdaad betrapt tijdens het stelen van een stuk brood. Dames en heren, dit was Spike News. Uw gastheer, vlak vanuit Paramaribo, Micha Reijsen. En een geweldige middag. En het is Mahfoujari, de studio manager. General manager.